Dood, internetman, internetman. Hoe vaak moest ik hem raken? Yo mensen, tof dat jullie kijken naar eindelijk weer een Infinite Warfare video. Zoals je het ziet, en we hebben ook gelijk een nieuw wapen, de X. Eon heet hij als het goed is. X-Eon. En dit is mijn clan trouwens. Ik heb hem ook Beast for Real genoemd. Want dit is gewoon een Beast Class. Wij gaan in deze video jongens een TDM potje doen op de map Mayday. En we gaan gewoon kijken of we met dit wapen gewoon één gekke score kunnen gaan neerzetten. Dus ja jongens, ik heb veel aangevraagd. Ik heb veel aangevraagd gekregen om weer Infinite Warfare te gaan uploaden. En dat ben ik ook van plan. Ik had tijdelijk een beetje de H1Z1 sfeer in mijn hoofd. Dus ja, dan wou ik dat de hele tijd doen. Trouwens, dit wapen is echt ziek. Chill, jongen. Holy damn. Maar ik dacht van, weet je, ik wil ook weer Infinite Warfare gaan doen. Call of Duty is toch mijn main concept in video's. Dus ik wil Infinite Warfare gewoon blijven uploaden voor jullie. Dus ja, vandaar dat ik weer deze video voor jullie opneem, man. En ja, oh shit. Dit wapen is echt ziek, jongen. We gaan 7-2 gas. Holy fuck. Dit wapen is zo chill. En de map Mayday vind ik ook gewoon echt een leuke map om te spelen. Dus het is voor ons gegund, jongens. Wat dit wapen trouwens heel goed kan, is als je inzoomt met het wapen, dan schiet hij echt heel erg snel. En zoals je ook al ziet, dat zie je wel heel erg overduidelijk. Je hebt zo'n rondje in plaats van die streepjes als hipfire ding. Dat vind ik ook wel geinig, want ze dat ook gewoon veranderen, weet je wel. Dat is wel geinig. Dus ja, het is gewoon een compleet nieuw wapen. Het lijkt een beetje, oh shit, op een Scar H vind ik. En in deze map, in de map Mayday, was volgens mij dit wapen al een soort van geleakt. Want er is zeg maar een soort wapen. Ja, wat is dat? Vasthoudgeval dingetje. Muur. En zeg maar zoiets was het. En daar zweefden wapens in. En daar zag je zeg maar dit wapen al hangen. Dus ik wist, we wisten eigenlijk wel dat. Oké, dat is hier zo. Kijk, even niet gekild worden. Kijk, daar staat hij al. En daar stond hij al de hele tijd. Dus we wisten eigenlijk al wel dat dit wapen erin zou moeten komen. Want ja, anders staat hij er ook niet. En ja, ik ben ook echt blij dat hij is gekomen. Dus ja, goed gedaan, Colt. Okay, we gaan echt hard met dit wapen. Dit is zo'n chill wapen. En heel Infinite Warfare is eigenlijk geüpdate. Zeg maar, de laatste keer dat ik hier een video over heb gemaakt, was dit er allemaal nog niet in. Oh shit, nee! Ik zat in het wormgat. En je kan heel custom M's, jongens. En ik heb nu zo'n Games for Real ding. Ik ben er niet helemaal tevreden over, maar ik wil echt een keer zo'n vette emblem maken, man. Maar dit spel is gewoon ziek geüpdate. En ja, we gaan het gewoon weer vaker opnemen, jongens. En ook livestream trouwens. Ik heb Elgato weer aangesloten op mijn PC. En op mijn monitor en alles. Dus het komt helemaal goed, jongens. Het kan weer. En daar ben ik blij mee. Dus we gaan het zeker doen. Zo, internetvriend. Damn, maar dit wapen. Ik vind het echt een zieke wapen, ouwe. Kijk, mijn score nu al 17-7. Het is niet de beste. Maar ik ben zeg maar dit spel niet echt meer gewend. Mijn aim is ook echt crack, ouwe. Oeh, wat fuck. Oh ja, ik heb Ghost. Hihi. Of Blind Eye bedoel ik. Hé, jongens, zit hier. Teammate, je hebt een nice. Spannend. Nog meer, oh shit. Nee. Hij heeft een. Oh, hij heeft fucking de rare variant, ouwe. Dat is wel ziek. Ik wist niet eens dat er ook variants van dit was. Van dit wapen zijn. Dat is wel ziek. Oh, oh. En zoals je ziet, jongen. Oh, dit ding is me toch echt chill, ouwe. Gaat hij terugkomen? Oh, jij niet. Oh shit. Ik heb hier ook aan mijn neus. Wacht even. Oh shit. Nee, mijn microfoon. Alles gaat fout. Zit hier met z'n allen binnen. Dat is één. Nog meer. Ja. Doe, internetman, internetman. Hoe vaak moest ik hem raken? Hij wist niet wat hij deed. Hij heeft trouwens wel een vette handgun trouwens. Maar hoe de fuck vaak moest ik die guy raken houden? Oh, dit, nice teammate. Zitten daar en hier. Dus ik ga hier even kijken. Ja, oh shit. Oh, die vent heeft mijn hart. Okay. Oh shit. Oh, wat de fuck doet hij, ouwe? Ik snap echt soms niet wat al die. Oh shit. Wat al die enemies doen. Zit ze hier? Ja, hier. Doei. Ja, die guy die. Volgens mij speelt hij dan niet echt vaak. Dat zie je een beetje aan zijn movement. Oh, ook die hip van jou. Oh shit. Ik vind dat rondje wel ziek om mee te spelen. Het ziet er wel echt nice uit. Want het speelt wel fijn, ouwe. Dit is wel echt. Dit wapen, ze moeten meer nieuwe van dit soort wapens doen. Ik vind dat ze dat wel gewoon. Goed doen. Goede wapens erin toevoegen. Kijk, dit hipfire. Oi, yo. Ik wil eigenlijk die scoortjes even aan. Teammate achter je. Hier, daar. Denk ik. Of niet? Wow. Nee, niet eens. Maar what the fuck? Oh, dit we hebben. Oh, jawel.
Oh, ik wist dat hij eraan kwam. Ik heb hem scoort, dus die pleuren we even. Waar zullen we die doen? Even, ja. Kijk, waar gaat hij? Oké, ik pleur gewoon je in. Fuck it. Loopt één iemand om, die ga ik hier op wachten. 3, 2, 1, en nu. Die guy, jongen, die denkt echt van, oh nee, alweer dood. Achterom. Ja, hier gaan spannen, 100%. 3, 2, 1. Zo, wat een lag, ouwe. Wat hebben deze mensen voor internet? Iedereen heeft toch gewoon 4 bar, what the fuck? We hebben trouwens 32 kills, ouwe. Holy shit, oei. Maar zoals je ziet, jongens. En trouwens, dit wapen kan je met de Season Pass, maar ook via challenges unlocken. En ik heb nog steeds niet de Season Pass, trouwens, het potje zit er al voor op. Maar je moet zeg maar 6 keer met verschillende wapens killen in één potje en dat 15 keer. En zo heb ik hem ook gehaald. En ja, dit was gewoon echt een super ziek lekker potje. 33 om 11. En we zijn weer back met PlayStation Games. Dus ja, hopelijk vind je het leuk dat ik weer Infinite Warfare ga uploaden. Vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven.